Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Vivas, Ladies, Gents and More. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van De Waard aan Tafel. Diverse onderwerpen passeren de revue en nu gaan we praten over de natuur met het 90-jarig bestaande Zuid-Hollands landschap. Een jubileum. Aan tafel hebben we Frans van Zijdeveld, hoofd terrein en opstallen. En Renze Krachten, regiobeheerder Veenweide en met name in de Krimpen de Waard ook. Welkom beide heren. Dank. Ja, feest bij het Zuid-Hollands landschap, 90 jaar. Er is een prachtig filmpje van gemaakt. Laten we er eerst even naar gaan kijken. Beste kinderen. Beste fietsers, wandelaars. Surfers, vogelaars. Beste boeren. Stadsbewoners. Beste sporters. Eerlijk gezegd weten we niet echt wat de toekomst ons gaat brengen. Maar wat we wel zeker weten is dat we de natuur nodig hebben. Vooral in Zuid-Holland. De drukste provincie van Nederland. Om adem te halen. Om te spelen. Om lekker even uit te waaien. Of gewoon even tot rust te komen. Het is het fundament van ons bestaan. En van allerlei planten en dieren. Zij leven ook in onze provincie. In de veenweiden, de polders. Duinvalleien, de uiterwaarden. Bossen, stranden. Zoetwatergetijdengebieden. Precies daarom is elk stukje groen waardevol. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beschermt de natuur en ons landschap. We steken graag onze handen uit de mouwen. Samen met vele anderen. We doen wat goed is voor de mens en de natuur. Dicht bij huis. Ook in de stad. Al 90 jaar. En dat blijven we doen. Ja, eigenlijk zegt het filmpje genoeg. Jong, oud, klein, groot. Iedereen is behept met de natuur. En we zien ook de gevaren van de natuur in het filmpje terugkomen. Jullie zijn in 1934 ooit ontstaan als stichting Zuid-Hollands Landschap. 12 juli 1934. Wat was toen de tijd de drijfveer om het op te richten? Ja, de drijfveer in die periode, het was crisis in Nederland, ja. 30 jaren. En toch zagen ze zeg maar, een aantal bedreigingen op de natuur en op het landschap afkomen. Ja. Maar een aantal mensen in Rotterdam, die zagen dat buitenplaats De Tempel bij Overschie, ja. ten noorden van Rotterdam, ja. die werd bedreigd, die zou zeg maar weggaan. En toen hebben zij een stichting opgericht, Stichting Zuid-Hollands Landschap, om met die stichting te proberen De Tempel te beschermen. Uiteindelijk bleek dat niet nodig. De tempel kreeg een goede bescherming, maar de stichting was opgericht. En vanaf dat moment zijn ze zich gaan inzetten voor natuur, landschap en erfgoed in Zuid-Holland. En de eerste aankoop die ze hebben gedaan, dat was toen al belangrijk, gebieden aankopen om veilig te stellen. De eerste aankoop die ze hebben gedaan is de ene kooi Kooilust in Berkenwoude. Ja. Die hebben ze toen aangekocht in 1936, dat is de eerste aankoop geweest. Maar was er een vooruitziende blik in 1934 als we kijken naar wat vandaag de dag allemaal gebeurt? Nou, ik denk dat Frans dat beter kan beantwoorden nog dan ik. Al gaat het over dat soort dingen. Kijk, het feit dat zij toen opkwamen omdat er iets in de bedreiging zat, natuur, erfgoed en landschap, dat was toen al aan de orde. Vandaag de dag, zeker omdat je de vraag stelt, vandaag de dag is dat natuurlijk nog erger. Ja. Dat zien we gewoon. 1934, toen woonden veel minder mensen in Nederland. Er was veel minder hectiek. Ja. Het was allemaal wat rustiger. Tegenwoordig is het zo ontzettend druk. Iedere vierkante meter wordt zeg maar drie keer gebruikt. Ja. Dus ik denk dat die blik, zeg maar, toekomstblik, heel erg belangrijk is geweest. Om die stichting op te richten om zeg maar, natuur en landschap te beschermen. Ja. Ja, want die strijd is continu gaan. Hè? Woningbouw, hè? Woningland, industrie. Ja. Iedereen wil een plekje hebben. En de natuur die wordt steeds meer in een klein hoekje gedreven eigenlijk. Dat klopt, ja. Ja. Dus daarom is het belangrijk dat we dat als Zuid-Hollands Landschap samen met onze beschermers en met een hoop andere partijen, dat we ons daarvoor inzetten. Omdat die urgentie
is eigenlijk nog veel groter dan toen in 1934. Ja. Ja, er gebeurt er heel veel. Er zijn ook heel veel projecten die jullie doen. Hè. Jullie hebben ook eigen gebieden. Kopen jullie ook aan. Beheren jullie ook. De Eende Kooi, de Kooilust hoorden we natuurlijk als eerst al. In de Krimpende Waard hebben we ook voldoende gebieden. En ook hele prachtige voorbeelden van wat het Zuid-Hollands landschap allemaal doet. Zeker hebben we die. Ja, dat klopt. Het begon toen 88 jaar geleden met de aankoop van Kooilust. Met nog daar de originele blauwe graslanden liggen daar nog steeds voor. En in die tijd, we staan hier in de Krimpende Waard, denk vooral ook bekend om de enorme arealen graslanden en de diverse type graslanden die we hier hebben. Maar dat is niet het enige. Er zijn zeker nog een aantal andere parels die we hier in de Krimpende Waard ook hebben. Waaronder de Hoge Boezem achter Haastrecht. Aan de ene kant, maar ook helemaal aan de andere kant, het Stormpoldervloedbos, wat een getijdengebied is in de rivier tegen Rotterdam aan en bij Krimpen. Dus dat is, het is heel divers. Daartussenin nog Eendekooi, Bakkerswaal, heel bijzonder. Dat is echt, het is diverser dan alleen het grasland en dat maakt het ook heel mooi. Ja, want we hebben het over de Hoge Boezem. Hè? Want er is ook een filmpje gemaakt, ze hebben een hele documentaire gemaakt over de Hoge Boezem. We kennen allemaal de molen de Hoge Boezem hè, bij Haastrecht. Die staat garant voor een prachtig achterland wat onder water wordt gezet, ook dankzij de molen. Laten we eerst even naar het filmpje gaan kijken om zo verder te praten over de Hoge Boezem. We zijn in de Hoge Boezem achter Haastrecht. Achter ons zie je de molen. Hier loopt het watertje de Vlist. De Hoge Boezem is ingericht als natuurgebied waarbij het water een cruciale rol speelt omdat er verschillende natuurtypen zijn gerealiseerd. Er is riet, er is een plasdras en er is een weidevogelgrasland. En dat water zorgt ervoor dat die gebieden functioneren, want die hebben het water nodig. Vroeger stonden hier 7 molens. Die dienden om de Vlist bij hoogwater over te malen in de boezem. Dit was toen al een waterbergingsgebied eind 15e eeuw. En de molens die zijn gesloopt omdat er een stoomgemaal is gekomen in de eind 19e eeuw. Maar deze molen die is overgebleven. Sinds kort is de molen met behulp van donateurs weer hersteld. De wieken zijn weer teruggeplaatst, kap is gebouwd, hij is helemaal opnieuw gerestaureerd en het is een prachtig werkende molen. Nou, dat voelt fantastisch. Flinke wind en de molen die een goede gang loopt, veilige gang. Dat is dan een eentje of 60 wat hij dan kan halen en er komt dan ook water uit. Dan zeg je, ja, dit is eigenlijk waar je het voor doet. Het is natuurlijk mooi dat dit allemaal nog kan, want dit hoort gewoon bij ons land. Dit heeft ons land groot gemaakt, anders hadden we hier nu onder het water gezeten als we geen molens hadden gehad. Dus dit zijn toch wel bijzondere dingen eigenlijk. Wij zien hier het waterwiel, zoals we dat noemen. En via de as waar dat wiel op zit, gaan we naar de andere kant van de spatmuur, want daar zit een scheprad. En dat is uiteindelijk het werktuig wat moet doen waar deze molen voor gebouwd is. En dat hij alleen draaien kan is leuk, maar als het doen kan waar die ooit voor gebouwd is, dan is dat natuurlijk helemaal prachtig. Dat geeft ook heel veel plezier om dat te doen. De molen die maalt elke zaterdag, dat is ook ter demonstratie, maar ook om het gebied nog van water te voorzien. Eén keer in de 5 jaar wordt de hele Hoge Boezem onder water gezet als test voor de dijken. En dat komt omdat de Hoge Boezem achter Haastrecht nog steeds een waterbergingsgebied is, officieel, als de Vlist te hoog staat bij veel regenval dan wordt die dus nog daarvoor gebruikt, ook al zit er ook nog een extra inlaat in de Vlist voor noodgevallen. Als er geen wind is, kan de molen niet draaien. De Hoge Boezem wordt in de winter onder water gezet, niet in de zomer. In de zomer stikt het hier van de vogels, de plasdras. Daar zitten 150 paar kokmeeuwen op, er zitten talloze visdiefjes op te broeden, er zitten nog een aantal weidevogels. In het riet zitten snor, baardman. En blauwborst, dus uiteraard wordt die in de winter getest wanneer deze vogels mobiel zijn en geen jongen meer hebben. Het aardige is overigens wel dat een paar weken geleden dat in Midden-Holland met al die regen die er gevallen was, en dat is overigens ook in Noord-Holland gebeurd,
dat de waterschappen aan de eigenaren van molens vroeg van willen jullie even helpen met het water weg te malen, want wij krijgen dat niet zo gauw weg. Als jullie nou de molens ook laten helpen, dan gaat het wat sneller. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig, want dan is dat ding gewoon nog weer nodig. En wat is dan mooier als dat. Ja, hier komt eigenlijk alles samen. Techniek, een enthousiaste molenaar. We zien het gebied, wat onder water wordt gezet, winter ook. En we zien een diversiteit aan flora en fauna wat in het gebied leeft. Ja, het is heel erg symbolisch voor het landschap. Er komt daar heel veel van wat je ook in het groot hebt in de Krimpende Waard. Heb je daar eigenlijk in het kleine aantal graslanden, rietgebieden, plasdras. Heel veel vogels, vooral in de trekperiode. In het voorjaar en in de zomer is het een walhalla voor vogelaars en voor de vogels zelf. Dus dat is voor ons ook echt zo'n heel mooi gebied. Ja. Zo'n pareltje wat daar aan de rand van onze treinen hier ligt. En nog een werkende molen. Ja, de molen wordt nog ingezet om als de Vlist zeg maar, te veel te hoog water heeft. Dat is eigenlijk al ontstaan in de 15e eeuw. Wordt nog steeds water in het achtergebied gepompt zeg maar, als waterbassin, als opvang. Ja, klopt, ja, er hebben daar ooit 7 molens gestaan. En dat is de laatste die daar is overgebleven en helemaal in eer is hersteld. Hij wordt nu nog gebruikt. Hij wordt ook wel degelijk gebruikt om het gebied van water te voorzien voor ons als natuurbeheerders. Als het echt de nood aan de man is, dan zit er ook nog een andere manier om het snel, als de Vlist echt vol staat en het moet als waterbergingsgebied gebruikt worden, waarvoor het ook nog steeds functioneert, dan is er ook nog wel een luikje die opengetrokken kan worden. Maar de molen doet het nog steeds. En dat is ook mooi, want je kunt daar echt zien hoe het was, maar ook hoe het nog is. Ja, en hoe het gewoon ook nog werkt. Hè? Want het water via de molen komt er gewoon nog in. En, klopt. En echt bij echt hevige regenval krijgen jullie ook wel eens verzoek om de molen te laten draaien namens de waterschappen. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Als het inderdaad ernstig is en het moet heel snel, en dat gaat ook echt heel hard, dan kan de molen daar heel goed in bijdragen. Ja, een prachtig gebied. En de mensen moeten er echt van genieten, van dat soort gebieden. Je noemde net al een aantal meer. Hè? Want jullie doen ook excursies. Ja, klopt. Ja. Mensen kunnen gewoon bij het Zuid-Hollands Landschap terecht om te zeggen van ik wil met een groep een gebied bezoeken en krijgen dan ook uitleg over de flora en fauna, alles wat er leeft. Ja, de ene kooi Bakkerswaal die ik net ook noemde, dat is ook een mooi voorbeeld. Ook al heb je het over historie, waar komen we vandaan in die 90 jaar en waar staan we nu? Ja. 40 jaar geleden, ruim 40 jaar geleden, dit jaar 40 jaar geleden, kwam Hans Santingen met zijn vrouw Carla daar als kooiker op de Bakkerswaal. En die hebben de Bakkerswaal echt tot misschien wel de mooiste eendenkooi van Nederland gemaakt. Het is de grootste eendenkooi. En helaas is Hans ons ontvallen. Maar dat is ook echt een parel waarin enorm veel diversiteit en cultuurhistorie en van alles samenkomt daar. En daar hebben we een mooi bezoekerscentrum van waar ook excursies op de eendenkooi gegeven worden. En waar iedereen ook terecht kan voor die excursies, zeg maar. Absoluut. Nou, bestaan jullie 90 jaar, hè? Lessen uit het verleden, Frans? Lessen uit het verleden, wat beter zou kunnen? Nou, anders zou moeten? Nou, beter of anders. In ieder geval, lessen is ook vaak zeg maar, terugkijken naar dingen die goed zijn gegaan. Twee dingen wil ik daar noemen. Eentje is dat zeg maar, aankopen heel erg belangrijk zijn, omdat je daarmee eigenlijk gebieden veilig stelt. Eigendom is zeg maar, een groot goed. Dus dat is belangrijk. Het is een belangrijke les die we ook meenemen naar de toekomst. En het andere is dat we het vooral samen moeten doen. We noemden net al zeg maar, de schaarse ruimte. Ja, ja. Dus we kijken met z'n allen zeg maar, naar de vierkante meters. Dus in de samenwerking proberen we eigenlijk zoveel mogelijk doelstellingen te realiseren. Dus een belangrijke les ook naar de toekomst is, ik denk voor alle sectoren, is zeg maar, door samenwerken uiteindelijk meer bereiken. En dat is ook echt de hand die we uitreiken naar andere sectoren. Ja, want dan hebben jullie op 18 september hadden jullie de jubileumbijeenkomst, hè? Of, 90 jaar bestaan. Daar hebben jullie alle oude projecten laten zien. Iedereen heeft daar ook zijn uitleg gegeven van de projecten die er zijn en de gebieden die er zijn. Maar jullie hebben daar ook een nieuwe koers aangekondigd. Ja, kijk, de wereld staat niet stil. Nee. De maatschappij verandert. We hebben klimaatontwikkelingen. Dus is het ook belangrijk om onder zoveel jaar ook eens even goed kritisch te kijken naar de koers die we varen. Twee belangrijke dingen die daarin zijn veranderd is dat wij wat meer zeg maar, de stem van de natuur willen laten horen. Misschien wat nadrukkelijker dan in het verleden. Ja. Dus dat we ook echt opkomen. Ook namens de natuur, maar ook namens onze achterban, de 45.000 beschermers. En de andere is dat wij buiten onze eigen gebieden, in het landelijk gebied ons ook willen gaan inzetten, ons sterk willen gaan maken voor landschap en voor natuur.
Ja. Daar zijn maar mensen, partijen in het buitengebied helpen om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Ja. We zien daar ook wel een hele grote potentie, omdat in onze eigen gebieden, als we daar alleen op focussen, dan komt het met de biodiversiteit ook niet goed. Nee. Er ligt nog een heel groot potentieel, Ariel, juist buiten onze gebieden. Juist, dat is heel belangrijk om daar ook zeg maar een en ander toe. Ja. Want jullie willen op het hele landelijke gebied gericht en niet alleen de eigen gebieden. Ja. Maar nogmaals, jullie willen ook nog steeds wel aankopen. Hè? Je noemde net al de 45.000 beschermers, zoals jullie noemen. De donateurs, zeg maar. Ja. Want die zijn ook heel belangrijk voor jullie werk. Absoluut, ja. En het is ook gewoon goed. Hè. We hebben afgelopen jaar ook in aanloop naar ons nieuwe meerjarenplan hebben we ook een soort enquête uitgezet bij onze achterban om eens even zeg maar, het net op te halen. Nou, er komen een aantal dingen uit. Eentje noemde ik al. Wat meer zeg maar, ons laten horen als natuur, landschap en erfgoed in het gedrang zijn. Ja. Mogen we best wel wat steviger naar buiten treden. Ja. En het andere is dat wij echt moeten inzetten op het goed beschermen van de natuur. Ja. Nou, de manier waarop je dat kan doen is zeg maar samenwerken, maar vooral ook gebieden aankopen en beheren in opdracht van. Nou, dat doen we al en dat blijven we ook in de toekomst doen. En de gebieden behoeden voor de toekomst en behouden voor de toekomst. Precies, ook. Ja. Nou, wil de regering ook niet altijd meewerken, want jullie moeten ook subsidies hebben. En als we kijken naar de huidige regering, hè, dat zwabbert altijd een beetje van links naar rechts. Wel subsidie, geen subsidie, kraan gaat dicht, kraan wordt minder. Daar hebben jullie nu ook last van. Ja, het is in ieder geval een ander geluid wat we nu horen, zeg maar, vanuit Den Haag. Tegelijkertijd heel veel ligt gelukkig vast in goede plannen, in bestaande wetgeving. Dus daar maken we geen zorgen over. En gelukkig zijn er ook partijen zoals Zuid-Hollands Landschap die zich daarvoor inzetten. Het is een wat andere wind, maar we zijn ervan overtuigd als we onze stem laten horen, als we met andere sectoren goed laten zien dat natuur en landschap heel erg belangrijk zijn. Voor de mensen, maar ook voor bedrijven die zeg maar prettig willen ondernemen. Dan zijn we er echt wel van overtuigd dat het inderdaad wat golfbewegingen zijn. En dat we nu misschien in een klein taltje zitten, maar dat we er uiteindelijk wel weer uitkomen. Want dat blijft natuurlijk superbelangrijk. Hè? Mooie gebieden, mooie natuur. Want de mensen, het leven bestaat uit ook in die natuurleven met z'n allen. Zeker, wij zijn ook natuur. Ja. Dus wij hebben de natuur ook nodig om te kunnen bestaan. Ja. Dus nee, dat is cruciaal. En biodiversiteit speelt daar een belangrijke rol in. Je noemde net iets waar ik nog wel op wilde inhaken. Ja. We hebben hier in de Krimpenerwaard ook bijvoorbeeld prachtlint. Dat is een initiatief waar ook ZL zich aan verbonden heeft. En om bloemrijke bermen te creëren, wat dan weer bij particulieren en andere plaatsvindt. En wij leveren daar ook een bijdrage aan. Maar ook met de plannen naar de toekomst toe kan ZL daar ook nog meer aan bijdragen. Ook op praktische manieren. Dat is ook weer goed veranderen. Dus in die zin kan het ook letterlijk lokaal breder worden dan dat we alleen ons op onze eigen terrein richten. En mooie voorbeelden van het samen doen, want jij zei al, Frans, dat is heel belangrijk ook. Ja. Hey, als laatste, wat zouden jullie de mensen, de kijkers nog mee willen geven zeg maar, voor de natuur? Wat is zo belangrijk? Of ga op bezoek ergens of renzen? Wij merken hier vooral dat ook het samenwerken echt heel belangrijk is met de lokale mensen. We zien ook hoe dat gedragen wordt hier, zeker in zo'n polder als deze, door de mensen die hier wonen. Door de agrariërs, door onze pachters, door onze vrijwilligers, door mensen die echt hier geworteld zijn. Ja. En dat is echt cruciaal om het daarmee proberen samen verder te brengen. Dat is voor ons heel erg. Ja. Dus ook om die samenwerking met elkaar te proberen blijven zoeken. En daar sta je ook altijd voor open. Zeker. Frans? Ja, ik kan het niet laten om toch mensen uit te nodigen. Als je een half uurtje of een uurtje de tijd hebt, trek gewoon de natuur in. Er zijn zoveel mogelijkheden. Kijk op onze website, zl.nl. Prachtige wandelroutes, prachtige fietsroutes, prachtige kaanroutes. Het kan hier ook allemaal in de Krimpende Waard, maar eigenlijk in heel Zuid-Holland. Doe dat vooral. Hè. Prachtig herfstweer is het. Eigenlijk is er geen slecht weer om naar buiten te gaan. Ja, er is altijd wat te zien. Moois te zien. Ja. En belangrijk, het is ook goed voor je welzijn. Dus daaraan draagt de natuur ook echt aan bij. Ja, want een goede balans tussen mens en natuur is gewoon essentieel voor een gezond leven. Absoluut. En dat is denk ik een waarheid in zijn koe. En daar sluiten we mee af. Hartelijk dank en heel veel succes met het werk ook in de natuur, zeg maar, in het Zuid-Hollands Landschap. En als mensen meer informatie willen, kijk gewoon ook op de site van het Zuid-Hollands Landschap. Prachtige site, mooie filmpjes. Staat alle informatie ook te lezen.